mijn soort mensen wat bij elkaar woont, zeker. Ja. Oude krassen knarren bij elkaar die elkaar een beetje overeind lopen te houden. Ja. Het ziet eruit als een in een hof gebouwd stel huizen met een hoftuin en een hofhuis. En dus een gezamenlijk punt voor binnen, een gezamenlijk punt voor buiten. Waarin mensen met elkaar dus dingen kunnen doen die ze samen afspreken dat ze willen doen. Als college staan we positief tegenover vernieuwende initiatieven. We willen in Nieuw-Boekhorst natuurlijk een woonwijk bouwen waar plek is voor iedereen. Wij vragen in eerste instantie van de gemeente steun. Maar steun is niet voldoende. We vragen ook concreet om opdracht aan BMW te geven om met een plan te komen, zodat er zelfbouw in het nieuwe gebied wat bebouwd wordt gerealiseerd kan worden. Ik denk dat we dat met de gemeenteraad eerst maar eens moeten bespreken. Wat de gemeenteraad wil, want we hebben ook een woonprogramma en we hebben natuurlijk veel groepen die een plekje zoeken. Dat Martine de Ket zelf graag in een knarrenhof wil wonen, staat buiten kijf. Ik zou er heel graag in willen, ja. En dat is niet omdat ik nu zo verschrikkelijk oud ben, maar omdat wij ruimte willen maken voor jongeren. Wij wonen nu toch wel in een te groot huis. Ik vind mezelf nog te kras en ik identificeer me nog niet zo met mijn leeftijdsgenoten wellicht. Nou, nu nog niet. Ik ben nog goed ter been en ik kan nog wandelen en fietsen. Maar als dat minder wordt, dan zou het me wel wat lijken, ja.